ik ben zo gedreven dat ik vaak denk, oh, ik wil dat en dat maken. En op dat moment heb ik geen doek en dan pak ik een oud doek en dan maak ik hem weer helemaal wit en dan begin ik opnieuw. Ik mag ook zo graag iets maken. En of dat nou te maken heeft met het schilderen van de pot of met de schilderij, dat maakt dan niet uit. Ik wil heel graag iets maken met mijn handen. Mijn naam is Mindy Wigger, Wigger IJsink. Ik woon al meer dan 55 jaar in Bonnebroek. Ik kom oorspronkelijk uit de gemeente Haaksbergen. Ik ben helemaal weg van Isaac Israël en ik heb verschillende oude schilderijen van hem geschilderd, maar dan in een andere kleur. Want hij schilderde. Toen de tijd was het allemaal wat donker, veel met bruin. En dan maakte ik zo'n portret van Israël, of een portret die Israël schilderde, die maak ik dan in hele andere kleuren. En dat is wel heel verrassend. Maar op een gegeven moment loop je vast. Dan wil je graag meer, wil je graag beter. Ik denk, ik wil graag les nemen. En toen was er een kunstenaar uit Almelo, die had een ruimte gehuurd hier in Bonnebroek. Ik denk, ik ga naar hem toe en vraag of ik les van hem kreeg. En dat was een academicus en een hele goede schilder. Eigenlijk was ik heel zenuwachtig, want het was een heel formele man. Ik nam mijn penselen mee en mijn palet en de verf. En eigenlijk was niks goed. Dat deugde niet en dat deugde niet. En die kwast was niet schoon. En ik dacht, oh god. Maar ik heb wel doorgezet, want uiteindelijk heb ik wel 20 jaar met hem mogen samenwerken. Ik vind dat sfeertje van dat schilderij in Parijs in de avond, dat vond ik ja, ook zo fascinerend. Als ik zag die fles staan, dacht ik, oh, dat is wel leuk om te proberen. En dan moet je hem eerst heel goed ontvetten en een primer eronder en dan maar beginnen. Ik ben veel dagen mee bezig, maar ik heb nu ook de tijd. En ik vind het ook heerlijk om, vooral in de winter natuurlijk, om hele avonden door te schilderen. Het is voor mij spelen. Net zoals een kind mag spelen, vind ik het heerlijk dat ik mag schilderen. Oh, dat vind ik zalig. Dan vergeet je ook vaak de tijd. Hè? Dan ben je zo mooi bezig, heb ik vaak klassieke muziek op de radio. Ja, vind ik fantastisch. Ja.